In het economisch programma In Bedrijf zijn we deze week bij Stokvis en Stokvis oog en oor in de Postelstraat in Zomeren. Met Sophie Stokvis gaan we praten over de oogafwijking myopie. Sophie, we staan hier in jullie zaak Stokvis en Stokvis oog en oor in de kidshoek. Hoe komt het dat jullie een kidshoek hebben? Ja, omdat ook kinderen hebben eigenlijk een bril nodig. Maar er zijn tegenwoordig dat we die kinderen allemaal veel dichtbij werk doen. Die tablets en telefoon, maar ook tv. Gaan kinderen steeds verder meer qua sterkte de min in. En dat doen we eigenlijk myopie. En wij zijn daar, mijn zus en ik zijn allebei experts daarin geworden. En daardoor zijn er ook bepaalde lenzen die min eigenlijk tegengaan. Dus die remmen dat. En dat willen we juist die kinderen ook gaan bieden, dat zij niet op latere leeftijd een hele hoge minsterkte gaan krijgen. Dus er zijn de laatste tijd steeds meer kinderen die een minsterkte krijgen. Ja. Nou, en zeker met, nou in deze tijd met corona, zitten heel veel mensen eigenlijk thuis te werken. De kinderen waren natuurlijk ook allemaal thuis, dus de ouders zagen ook dat de kinderen heel dichtbij zaten op een huiswerk, zeg maar. En daardoor hebben heel veel kinderen er ook bij gekregen. En die kinderen kunnen we nu goed helpen. Wordt dat snel opgemerkt? Eigenlijk te laat. Ja, omdat het hoort er gewoon nou bij in de maatschappij. Dus ouders vinden het gewoon normaal. En het is ook makkelijk, hè, om gewoon even de iPad te geven of de telefoon, dan zijn ze stil. Maar het is voor de ogen niet gezond. Krijgen alle kinderen straks een bril? Nee, dat hoeft niet hoor. Maar het is wel, de een heeft er wat meer aanleg voor dan de andere. Het kan zijn dat ouders bijvoorbeeld al een bril hebben die de min sterkte hebben. Dus dan hebben de kinderen er ook meer kans op om dat te krijgen. En het ene kind heeft gewoon meer aanleg dan het andere kind. Hoe kunnen ouders er nou voor zorgen om er op tijd bij te zijn om misschien wel wat meer te voorkomen? Door de kinderen minder lang eigenlijk op schermen te laten kijken. En er is een regel, en dat noemen we de 20-20-2 regel. Dan mogen de kinderen 20 minuten eigenlijk dichtbij kijken. En dan proberen niet die tablet te dicht bij te houden, maar echt een beetje verder weg. Dan moeten ze 20 seconden daarna in de verte kijken. En dan echt ver weg, dus naar de overkant van de straat. Ja, en 2 uur per dag buiten spelen voor zo'n kind. Dat is eigenlijk het beste. Dat wordt vaak niet gedaan. Nee, dat is niet meer. Nee. Jij noemde voorheen ook een soort lens. Ja, er zijn in principe 2 soorten lenzen die er op de markt eigenlijk zijn. Een nachtlens, die dragen de kinderen eigenlijk in de nacht. En dat drukt eigenlijk het horenvlies, hè, dus de voorkant van het oog een beetje in. Aan de randen, zeg maar, van die lens blijft er wat meer plus daardoor over. En daardoor valt het beeld voor het netvlies. En dat willen we juist hebben bij een kind die de min ingaat. Want valt het beeld steeds achter het netvlies, wat nu dus eigenlijk gebeurt, wil dat oog steeds langer worden. En dat willen we niet hebben. En dan heb je nog een zachte lens en die kan je overdag dragen. En die is opgebouwd uit ringen. En dan zit er aan de buitenste ring eigenlijk een leesgedeelte. Dus ook meer plus, waardoor het beeld weer voor het netvlies valt. Dragen kinderen liever lenzen of een bril? Ja, dat is verschillend. Sommigen willen graag gewoon een bril houden, dat kan ook wel. Maar dan kunnen we niet dus die min tegengaan. Vaak zijn het de ouders die lenzen nog spannend vinden. Kinderen die hebben vaak wel de motivatie om daarmee mee om te gaan. En zij kunnen er heel netjes mee omgaan. Dus dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Maar het is vaak natuurlijk op zo'n leeftijd dat de ouders het gewoon beslissen. En dan ligt het natuurlijk altijd aan hun. Maar we moeten wel altijd meenemen dat kinderen die op 7, 8-jarige leeftijd al in de min zitten, ja, die gaan echt verder de min in de komende jaren, hè, naarmate dat ze ouder worden. We houden het niet tegen, maar we proberen het wel te remmen zoveel mogelijk wat kan. En dat kan met die lenzen. Dus dat proberen we wel duidelijk te maken, dat het met lenzen beter gaat en met brillenglazen niet. Zijn er nou al veel mensen die er interesse in hebben in die lenzen? Ja, steeds meer. Gelukkig wel. Ja, en we zien daar wel goede resultaten van. Dus dat die min die blijft eigenlijk. Ja, je ziet wel ieder jaar dat het wel iets achteruit gaat. Maar dat ze bijvoorbeeld eerst een heel punt achteruit gaan. En nou bijvoorbeeld maar een kwartje of een halfje. Ja, dat is wel een goed. Ja, zeker. Ja, dat is mooi. Ja. Mensen zijn zich er dus niet bewust van hoe erg je oog kan beschadigen in de kinderjaren. Ja, dat klopt. Want ik zeg het altijd maar zo, pak een rode ballon en blaas die helemaal op. En in het begin is die nog rood, dus gewoon een gezond oog. Maar hoe mate dat je die meer en meer oppompt, hoe rozer dat die ballon wordt en eigenlijk misschien wel eens wit. En naarmate dat we ouder worden, is de kans op een netvliesloslating of in ieder geval netvliesproblemen, is gewoon groter. En daarvoor willen we eigenlijk die min tegengaan. Ja.
Laten we hopen dat we dat dan tegen kunnen gaan. Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja, dat we die kinderen nu kunnen helpen en dat ze op latere leeftijd daar ook gewoon plezier van hebben. Ja, zeker. Sophie, voor meer informatie kunnen ze dan naar je website hier binnenlopen. Hoe kunnen ze jullie benaderen? Ja, ze kunnen hier altijd binnenlopen, altijd om informatie vragen. Ze kunnen ook op onze website kijken. Mail kan er gestuurd worden, ze kunnen ons bellen. Dus we zijn overal, Facebook hebben we ook, dus we zijn overal te bereiken. Genoeg mogelijkheden. Zeker weten.